Yo, wat zo mensen van het vuurwerkkanaal, tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Ik ben Joey en ja, het is een kleine unboxing. Ja weet je, het is niet echt een unboxing, maar ja weet je, ik dacht ik ga toch even wat content erop gooien. Jullie hebben net gezien dat we weer begonnen zijn om op het kanaal te uploaden. En ja, ik vind dat we nu tot nu toe wat alles kopen aan het vuurwerk dat we ook op moeten nemen. Dus ja, daarom ook deze unboxing van de Chef Torch van Action. Vorig had ik deze ook. Wat we van Action gewend zijn. Goede prijs-kwaliteit verhouding. Zeker deze. Dit is echt gewoon top. 2 euro. Dus ja. Gewoon zeker het meenemen waard. Nou, we gaan het weer lekker goed overmaken. Dit keer met een. Ja. Met een kappersmesje of zo. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar deze dingen zijn vlijmscherp. Dus als het goed is, kan ik hier zo. Zo doorheen zo. Nou, dat gaat het niet worden. Ja, ik maak hem gewoon even normaal open. En ja, dan heb ik hem zo uit de verpakking. Nou, hij is eruit zoals jullie zien. En ja, dus ja, gewoon wat ik gewend ben. Gewoon weer een goede vlam. Je kan hem harder zetten en zachter. Maar ik zie niet heel veel verschil. Ja, alleen die harde zuist dat harde, maar als het evenveel ja, gas geeft, dan, ja, dan kan je hem net zo goed gewoon even op de lage stand zetten. Maar ja, je hebt ook nog een lok erop, kan je die indrukken. En ja, je hebt een mooie standpoot erbij. Om hem neer te zetten, dus kan die lekker, blijft die lekker stabiel staan. Want als je dan, ja, weet ik, voor iets goed wil verwarmen, kan je hem zo, en dan zo in de lok zetten, dan blijft hij aanstaan. Ja, dat is gewoon heel goed gemaakt. En als je hem dan van de lok afhaalt, zo, ik moet kijken dat ik mijn poten niet verbrand. Zo, dan haalt hij uit. Nou mensen, dit is dus ja, een kleine unboxing van de Chef Torch van de Action. Doe alvast geen blauw duimpje omhoog, abonneer als ze fijn zijn. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer terug.